i'm Welkom bij de Direct Duidelijk Tour. Vandaag praten we over de Direct Duidelijk Deal. En wat het voor jouw organisatie kan betekenen als je zo'n deal ondertekent. Uh, ervaringsdeskundigen aan tafel die ons meenemen in hun reis met de Direct Duidelijk Deal. En dat zijn Lisanne Baudouin. Van het OLVG, Stadziekenhuis in Amsterdam met twee vestigingen. Lisanne werkt sinds 13 jaar op de afdeling communicatie en is gespecialiseerd in patiëntencommunicatie. En met Marieke Verschoor van de gemeente Gorle. zij is strategisch adviseur en campagneleider. Nou, deze uh, gasten gaan ons meenemen in de wereld van de direct-duidelijk deal. Heb je vragen? Stel ze in de chat en we gaan uh, proberen om die uh, ook aan dit panel voor te leggen. Uh, ja, laten we maar eens bij het begin beginnen. Uh, dames, um, wanneer werd bij jullie de direct duidelijk deal ondertekend met de Marieke? Um, in januari 2020. Nadat we in eind december hebben besloten om dat te gaan doen, hebben we meteen doorgepakt en ik geloof 14 januari. Dus het is eigenlijk een heel kort proces geweest. Totdat jullie besloten om het te gaan doen en hem te tekenen. Ja, ja als je daarnaar kijkt. Het was uh, 5 december. Hebben we een schrijfwijzer Herintroduceerd. Die was er al. 5 december Sinterklaas. Dus er kwam een gedicht uh, mee. We hebben een schrijfwijzer en meteen de uitnodiging voor een feest. Um, als aftrap af eigenlijk. Ja, want uh, daar hebben we een foto van. Het was een feest, hè? Hebben jullie ja, een ja, het echt, was zeker een feest. Ja. Echt taalfeest. Taalfeest. Uh, te introduceren. Zeg maar. Ja, iedereen was uitgenodigd. Ik dacht, nou, we kunnen het uh, ondertekenen in een vergaderzaaltje, twee handtekeningen zetten en weer door. Maar hoe leuk is het om iedereen uit te nodigen? Ook het college was erbij. In één uur hebben we een feest gehouden. Uh, dat begon met de, de, de ondertekening van het direct duidelijk deal. En daarna kon je in het gemeentehuis uh, een taalbingo spelen. Je kon naar een, we noemden het een snackpresentatie van een taalhuis. Die kwamen uitleggen hoe het zit met lage lettertijd en waarom het zo belangrijk is. Je kon uh, naar moeilijke woorden. Uh, Opschrijven en opplakken. Je kon een taalquiz maken, dus allerlei dingen. En aan een uur was het klaar, was iedereen nou ja, klaargestoomd dat we ermee zouden beginnen. Ja, super. Ik wel een idee om er echt een evenement van te maken als je dan, uh, als je dan begint met zoiets. Ja. ja, ik denk altijd, als je dan toch iets moet doen, maak het dan leuk. En, ja. uh, en dat, dat was ook heel leuk. En mensen waren ook vooral van die uh, presentatie van Taalhuis onder de indruk. Zo van, oh ik wist niet dat het, dat het zo erg was. En, en dus ik wilde wel aan meehelpen. Ja. Hoe ging dat in het uh, OVG? In het ziekenhuis? Uh, ja, wij waren eigenlijk al een tijdje bezig met ons project. Toen de Direct Duidelijk Deal uh, onder de aandacht kwam. En wij vonden het heel belangrijk om als ziekenhuis, als eerste ziekenhuis. Uh, daar aandacht aan te besteden. Om ook gewoon te laten merken: van daar zijn wij ook mee bezig. Direct Duidelijk, duidelijke taal is in ieder geval een speerpunt van ons ziekenhuis. Ja. En uh, toen hebben we een heel klein filmpje gemaakt. waarin de voorzitter van de raad van bestuur zeg maar, uitlegde waarom het zo belangrijk was. En uh, voor onszelf, zeg maar voor het team waar wij mee bezig zijn... was het ook een enorme opsteker dat we het ook konden laten zien... van nou, hier zijn we mee bezig en uh, dit is ons doel... en hier gaan we de komende tijd mee bezig... Uh, gaan we ons mee bezighouden en we nemen jullie mee. Ja, uh, ja want jij hebt het over ons project... en dan moet je misschien even uitleggen ja. wat jullie project is binnen ja. het ziekenhuis. Mm. Ja, het is uh, inderdaad een ziekenhuis en uh, wij zijn uh, met... Alle patiëntenfolders zijn wij aan het herhalen naar uh, duidelijke taal. Alle medische patiënteninformatie. En dat gaat om iets van 2000 teksten. Dus die uh, zijn we aan het herhalen. En dit, dat is een enorm project waar we respect, mee bezig zijn. Respect, respect, respect. <laughs> 2000 patiëntenfolders. Ja. ja, medische teksten. Ook uh, webpagina's. Maar uh, die moeten allemaal uh, bekeken worden, gescreend worden, hertaald worden. Dus uh, ja... Nogal een klus. Straks gaan we uitgebreid praten over hoe je zo'n klus aanpakt. Pakt hmm. waar je begint en, uh, en, en wanneer jou het eindigt. Um, het is natuurlijk erg indrukwekkend. Uh, ik hoor wel van organisaties: ja, maar ja, we hebben wel een paar honderd brieven die er bij ons uitgaan. <laughs> Luister hier naar. Uh, 2000 uh, teksten uh, hertalen. Nou, het is een enorme klus. Daar gaan we zo over praten. Dat is een uitdaging. Uh, een nou, uitdaging, <laughs> ja, zeker. <laughs> nou, zo mag je het noemen. Um, dan, dan ben je dus binnen zo'n organisatie enthousiast. Hè? Jullie waren al begonnen met dit project van het hertalen. Uh, bij jullie was er ook al van alles gaande. Uh, er was al een schrijfwijzer geïntroduceerd. Um, dan nou, krijg je de raad van bestuur mee of de wethouder of het college. Mm -hmm. En dan moeten mensen het gaan doen. En dat is wel een vraag die we uh, van tevoren al ingestuurd uh, kregen van Nadja bijvoorbeeld. Hoe motiveer je nou de mensen om je heen? Hoe motiveer je de mensen die het moeten gaan doen? Um, zoek naar uh, waar de mensen enthousiast zijn. Wij zijn uh, gestart. Nou, je ziet die foto, uh, druk in de raadzaal. Daarna kwam corona. Heel snel daarna. Um, maar we, hebben, we zijn begonnen om taalmaatjes bij elkaar te sprokkelen in de organisatie. We hebben ze taalmaatjes genoemd omdat ze nou, een soort schouder aan schouder. Ik ben je maatje, samen gaan we wat doen. En uh, daar word je wel door verrast. Er was een jurist die zei: ja, ik weet dat ik niet zulke goede brieven schrijf, maar ik wil het wel leren en ik wil ook anderen daarbij helpen. Um, dus ja, zoek waar de energie zit. En uh, ga daarmee verder, zou ik zeggen. Medestanders zoeken. Medestanders zoeken. Ja. Um, ik merk ook wel, nu we een tijdje bezig zijn, dat mensen, als ze in mijn buurt zijn en ze zeggen moeilijke woorden of zo, dat ze zeggen: Oh, dat is niet helemaal heldere taal met Marieke. Dus <laughs> dat helpt ook wel. Dat je een soort, nou ja, um, we hadden het er al over: practice what you preach. Dus laat zien, uh, je bent ermee bezig, dus je moet ook het goede voorbeeld geven. En, en je steekt daarmee ook anderen aan. Ja, medestanders. Medestanders. Dat is eigenlijk het, het stap één. Ja. Hoe, hoe, hoe pak jij dat aan? Hoe motiveer je de mensen om je heen? Nou, niet iedereen zit erop te wachten namelijk. Om. Nee, en eigenlijk is het ook niet een kwestie van uh, willen. Het is gewoon een kwestie van moeten eigenlijk, want nou ja, een ziekenhuis heeft gekozen voor digitalisering en uh, dat betekent dus dat uh, ook stappen gezet moeten worden om dat ook daadwerkelijk vorm te krijgen. Dus uh, nee, dus het is eigenlijk een project wat we gewoon gaan doen, maar. We proberen natuurlijk wel gewoon mensen zo goed mogelijk te informeren en te enthousiasmeren. En wat ook gewoon lukt, hoor. Want uh, in de ziekenhuis zijn alle afdelingen natuurlijk uh, meer dan bereid om de patiënten gewoon goed te informeren. Dus dat is ook. Dat zit in de genen. Zeg ja, maar. dat is ja. gewoon de rode draad en dat wil gewoon iedereen. En iedereen wil dat een patiënt gewoon snapt uh, wat er staat of wat er bedoeld wordt. Dus Ja, ja maar dat is nog niet zo. En niet iedereen houdt van taal. Nee. Zeker niet uh, uh, in een ziekenhuis. Die mensen zijn een heel ander vak gaan uh, kiezen. Niet omdat ze nou zo gek waren op taal misschien. Nee, dat klopt. Nee, dus we komen ook allerlei mensen tegen. En uh, ja, dat is, valt ook soms niet mee. Dat klopt. Komt en je ook dat... wel eens weerstand tegen bij collega's die zeggen: Oh, heb je haar weer met de duidelijke taal? Ja. ja. En dan? Ja. Daar gaan we dan gewoon, gewoon of over praten of, nou ja, bedoel, de, uh, de argumenten zijn gewoon duidelijk. Bedoel, natuurlijk uh, wordt er wel eens gezucht hè, als ze we weer aankomen met uh, ja, tekst moet er gewoon uh, bijgeschaafd worden of niet. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, komt het wel goed, <laughs> meestal, ja. Ja. ja ik denk dat het ook daarbij wel belangrijk is dat je niet het idee hebt dat je er alleen voor staat als nee, uh, communicatieadviseur dus dat je niet zegt ja, het moet van mij nee wij doen dit nou dat is ook een belangrijk punt uh, wat je noemt het is gewoon uh, uh, je benoemt gewoon zeg maar dat je elkaars expertise inzet om een patiënt zo goed mogelijk te informeren dus we hebben natuurlijk gewoon éénzelfde doel en daar vinden we elkaar ook altijd wel ja, ja. is het belangrijk dat uh, de hele organisatie snapt wat er gebeurt op het moment dat zo'n direct duidelijk deal wordt ondertekend. Want het, het start vaak bij de afdeling communicatie zoiets. Uh, en vaak is er een reden om te beginnen. Nou, jij noemde net de digitalisering. Um, maar dat het door iedereen gedragen wordt, is dat belangrijk? Ja, wat mij betreft wel. Ik zit bijvoorbeeld niet bij de afdeling communicatie. Ik ben geen communicatieadviseur. We hebben er eigenlijk ook wel expliciet voor gekozen, omdat het anders inderdaad iets van communicatie wordt. Van, oh, we moeten communiceren, en, en we willen graag dat het van iedereen wordt. Dus we hebben bijvoorbeeld ook iedereen getraind in het schrijven van uh, heldere brieven en uh, e-mails, ook als je niet uh, veel brieven of e-mails schrijft omdat we vinden dat het erbij hoort als je hier, uh, hier werkt. En dat we met z'n allen die inspanning moeten doen. Want je kunt heel veel dingen, eh, teksten in folders of op de website, mooi hebben. Maar ja, er gaan heel veel brieven en e-mails natuurlijk de deur uit die ook uh, zo moeten zijn. En daar kun je niet allemaal bij zijn. Dus dat nou. moet je op die manier regelen, denk ik. Ja. En jij zei net al van toen de, uh, het, het bestuur uh, zeg maar, erachter ging staan. en de deal tekende. dat was voor jullie als uh, communicatiedeskundige een opsteker. Ja, zeker. Ja, Dat was gewoon heel prettig, want dan wordt het ook gewoon duidelijk voor de hele organisatie dat we dit gewoon gaan doen en dat eigenlijk iedereen meedoet, ja. moet doen. Ja, ja. Um, dus daar gaat wel je komt ook een vraag binnen um, via de chat. Ja, hoe zorg je nou dat ook leidinggevende en het management bezig gaan met die heldere taal? Is de, zie je dat als jullie taak of. Nou ja, wij zijn niet uh, over één nacht ijs gegaan, voordat we ook daadwerkelijk met die teksten aan de slag gingen. We hebben ons gewoon heel goed voorbereid. We hebben ons echt helemaal verdiept in de afdeling, gewoon uh, de teksten die er al zijn, wat er op de website staat, connecties tussen afdelingen. Dus wij, als afdeling communicatie, zijn wij zijn gewoon heel goed op de hoogte van wat er is. En we hebben de inleidende gesprekken hebben we gevoerd met de leidinggevende. Uh, en nou, als die, uh, ja, eigenlijk was iedereen gewoon enthousiast. Ja, dus, maar dan betekent dus wel dat het ook gewoon de leidinggevend moet gewoon doorvertellen naar degene waar wij dan uh, mee aan de slag gaan. Ja. Zie je eigenlijk resultaten van het feit dat jullie betere folders maken? Dat jullie zoveel aandacht hebben geschreven aan de website? Um... Komen er minder vragen binnen van patiënten, bijvoorbeeld? Of um, gaat het, gaan dingen soepeler dan voorheen? Um, nou, daar heb ik niet echt concrete cijfers over. Maar we horen wel van afdelingen terug dat het er gewoon heel fris en goed uitziet. En het nodigt echt wel uit tot lezen. Want, nou ja, het is gewoon in de praktijk zo dat folders niet echt heel goed gelezen worden. Hm. En alles wat je kan doen om mensen bel die informatie tot zich te laten nemen, is meegenomen. En het scheelt gewoon als er een, een webpagina gewoon heel helder en fris eruit ziet. Heel makkelijk. Nou, je kunt doorklikken naar filmpjes, de, uh, de contactinformatie staat er, dus ja. Ja, het is een compleet plaatje. Het is ja. niet alleen de folders, daar nee. hebben we het nu over, of de medische tekst. Nee. maar het is ook die website, Precies. ook die filmpjes. Ja, en het is ook uh, handig zeg maar, dat je ook gewoon, uh, omdat het een webpagina is, je kunt ook een link doorsturen. Dus het is of je kunt afdrukken, als iemand dat ingewikkeld vindt. Als je, het afdrukken kan altijd. Ja. 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 Ja, compleet plaatje dus. Ja. Um, we zijn altijd dol op praktische voorbeelden in dit webinar. Uh, er is een prikbordfoto uh, met de Marie, die heb jij mm. meegenomen. Ja. Wat zien we hier? Nou, hier zie je woorden. Tijdens dat taalfeest was het begin, was dit, uh, dit bord leeg. Uh, we hebben gevraagd aan collega's schrijven op en plak op woorden die we eigenlijk niet meer, nou ja eigenlijk die we niet meer zouden moeten gebruiken in onze brieven of e-mails of teksten. Uh, daar zie je een heleboel uh, woorden. En die stroomden dus ook binnen. Ik bedoel dat, iedereen dat, had meteen dat iets ging van oh dit door. woord. Ja. Uiteindelijk ging conform volgens mij er wel vier keer op. En het mooie <laughs> was omdat mensen gingen uh, plakken dat er ook gesprekken ontstonden voor dat bord. Van joh, hoezo vind jij dat dat niet kan? Of ik schrijf dat. Wel, en is dat dan voortaan te moeilijk? Dus dat leverde aan die kant ook wat op. Ja. En ik weet zeker dat er mensen na die dag, als ze conform schreven... dat ze denken, oh, dat <laughs> staat op dat bord, nu moeten <laughs> dat uh, wel iets ja. meer doen. Stop aan woord. Ja. Um, ik vind, ik, vind het niet, ik vind het een prachtig plaatje. Maar het, je wordt er ook wel een beetje blij van. Het is een heel positieve manier, vind ik om uh, ja, bijna een spelletje. Ja, dit ja. mag niet meer. Ja, en mensen zaten ook zo van, oh, wat is dat? Oh, maar ik weet ook nog wel iets. Dus dat helpt wel in uh, nou ja, het, het nadenken over, het hebben over. Ja. Is dit bord verdwenen inmiddels? Want je zegt, dit is volgeplakt bij taalfeest, ja, bij klopt. de introductie. Ja, dit is verdwenen. Ik gebruik het uh, plaatje zelf ook nog wel eens. En we hebben uh, een paar weken geleden een dag voor de organisatie gehad. En toen hebben we eigenlijk een nieuwe gemaakt. Want er zijn inmiddels veel nieuwe collega's ook gekomen. Dus ik had een canvas gekocht. Vaaltaal noemden we het. Nou ja, laat maar zien wat er niet meer is. Daar schreven net zoveel collega's ook woorden op. Die hangt nou in een vergaderruimte. En uh, die roleert een beetje door het gemeentehuis om, om dat maar weer eens levend te houden, inderdaad. Precies, je moet dingen soms dus ook herhalen. Uh, heel vaak, ja, heel vaak. <laughs> ja. Oké, okay, nee, dat we ja. weten waar we aan beginnen. <laughs> um, je hebt nog iets meegebracht, ja. Een spel. Een spel. Uh, iedereen even opletten, want uh, we gaan uh, <laughs> uh, um, ook met je delen hoe je aan dit spel kunt komen. Dat moet je zelf maken, hoor. Leg eens uit, wat is het? Um, dit is um, ons ambtenaren taalspel, heb ik het genoemd. Uh, het, het format is 30 seconds en dat kennen mensen misschien wel. Ik speel dat zelf graag met vrienden in een app. Dan krijg je vijf um, nou ja, woorden of begrippen. Die moet je uitleggen, je krijgt 30 seconden de tijd. Je mag dan niet een deel van het woord gebruiken, je mag niet uh, 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 zeggen het begint met de eerste letter van het alfabet. Dus je moet even moeite doen. En op die kaartjes staan woorden die um, het, het middelste woord is altijd te moeilijk. Dus dat is zijn de, de, de conform- en derhalve- enzovoort. Uh, daar begon het eigenlijk mee. Ja. <laughs> ja, wij weten al, wij moeten het zo spelen. <lacht> <lacht> Ik kan je vast ja. vertellen: die woorden worden vaak als laatste van het kaartje uitgelegd. Dat is bijna niet te doen. Uh, gelukkig staan er ook andere begrippen op uh, die we in ons gemeentehuis gebruiken, die ambtenaren moeten kennen. Dus dat zijn. Uh, begrippen uit de uh, fina ah, financiën. Laten we maar even spelen. Ja, ik uh, uh, laat even een doen. ben benieuwd hoe dat gaat. Want je hebt er eigenlijk een soort formatje van gemaakt ja. hè? en dat wil je ook delen met mensen. Ja, dat heb ik al. Um, ja. Kun je het uh, invullen met woorden die in jouw organisatie uh, veel gebruikt Precies, worden? Precies, ja. Daar staan eigenlijk uit. verboden zouden moeten worden? Ja, of, of nou ja, waar het eigenlijk over gaat, is, is begrijpelijke taal. Uh, je ziet ook dat collega's wel praten over uh, nou ja, de naam van een woningbouwlocatie. Mm -hmm. En als je nieuw bij ons bent, denk je, ik weet niet waar het over gaat. Uh, dus om, om mensen er bewust van te maken. Ook van: nou ja, Snap je eigenlijk wel, ken je het woord al of moet ik er wat meer uitleg bij geven? Um, dus er staan allerlei dingen op. En um, je krijgt dus 30 seconden de tijd. Het is altijd het leukst om met twee teams te spelen. Want dan zit het ene team met deze te kijken of die al doorgelopen ja, is. Ja, precies. En, nou ja, en dat mag jij doen. Jij mag even spellen. Ja, zijn. is goed. Kom erop. <laughs> Geef mij maar, maar een kaartje. En als je en dus een kaartje... Een kaartje uh, ik moet een kaartje pakken. Ja. Ja. Oh, wij gaan proberen iets te omschrijven. Toch? Ja, dan precies. Dan hebben de uitdaging aangaan. <laughs> Oké. Okay. En dan krijgen ze dus 30 seconden de tijd. En uh, voor elk geraden woord krijg je een punt uiteindelijk. Hè. Doe je en als meerdere ik het woord niet woordjes. ken... Dan kun je het niet zo goed uitleggen. Dan moet je kijken, ik had het spel even thuis, en er stond controller op, als in Financial Controller. En mijn zoon zei: Oh, maar dat, dat ken ik wel. Dat is van mijn computer. Dus soms kun je het ook even Precies. omzeilen. Oké. Okay. oké. Okay. Nou, um, en, en hoe, hoe gaan we het doen? J jij mag eerst. Doen we het woord. Ja, doe maar even. Probeer maar, probeer maar een woord te omschrijven. Maar dit is ook een afgarten. En Dan ga, ga ik het proberen te raden. Ja. Toch? Ja, doe maar. Oh, zo is het. Oké. Okay. Dus ik kan de <laughs> tijd buiten beschouwing laten. <laughs> oh, dus ik mag het woord ook niet zeggen? Nee, klopt. Nee, nee. Okay. Nee. Okay. Hmm. Een persoon die de orde bewaart in de stad. Een politieagent? Ander woord. Ander woord. Uh, Zonder dat de bevoegdheden van schieten en zo... Oh, zo'n uh, zo uh, stadswacht, eh. Uh, God hoe heet bijna? Het bij ons. Een Boa. Ja. Ah. <laughs> <laughs> nou, dan heb ik even voor jou. <laughs> um, <laughs> okay. Dit wordt wel, woord wordt wel gebruikt als je iemand iets verzoekt. Als je iemand vraagt om iets te doen, maar dan is het een beetje ouderwets. Uh, eigenlijk betekent het: zou u dit willen doen? In één woord. Ja. Het is geen ja. Verzoek moet ik heel even denken. Hoor. Zou u uw auto ergens anders willen parkeren maandag? Ja, maar ik praat alleen maar in duidelijke taal. Yeah! Dus is, het wel, ja, dat is een <laughs> uh, Nee, ik weet het niet. Ja. Gelieven. Mm. Ja. Gelieven. gelieven. Nee, dat is echt helemaal woorden. uit mijn ja, woordenboek. Ja, ja dat dus, ja. ja, kan ik me voorstellen. Maar dat wordt ja. nog wel gebruikt. Gelieven. Dus overal. Oh, ja. ja, overal. Nou ja, je komt, loopt door de stad en je ziet gelieven hier geen fietsen te plaatsen. Gelieven. Uh, ja. Dit soort dingen. Ja. ja. Wat een gek woord eigenlijk. Ja. ja. Uh, Dit is ook nog wel een leuke. Um, uh, de <laughs> <laughs> het is niet makkelijk hè? Het uh, lid van, van het college, maar dan een jongere. Ja, uh, junior? Ja, zoiets. Ja, lid van het college. Ja. En jij weet hem natuurlijk. Ja. ja. De Jeugdburgemeester, hoe zou je uh. dat nou kunnen omschrijven? Nou ja, goed, uh, dit spel, dus <lacht> uh, <lacht> kleine kaartjes. Uh, we zijn lang door de tijd ook. Uh, ik, vind het wel, ik vind het wel leuk, want je dwingt mensen echt om na te denken over hoe zou ik het omschrijven als ik niet dit woord mag gebruiken. Ja. En hé, hey, voor mij is het een heel normaal woord en ik gebruik het veel, maar hoe zou ik dat aan anderen uitleggen? Dan wordt het moeilijk. Oké, okay. nou, nou. we laten in de chat uh, weten hoe je uh, aan uh, dit format <laughs> kunt komen. Overigens is het niet heel moeilijk na te maken. Hè? Vijf termen en dan uh, 30 seconden staat hier en een zandloper. En je bent dan een heel essentieel. Maar veel succes daarmee. Um, dit soort ludieke acties, uh, moet je dat ook vaak doen? Of heb je daar een vast moment voor in het jaar misschien? Um, we herhalen het regelmatig, niet op vaste momenten. We hebben ook een uh, taalbingo met moeilijke en makkelijke woorden. En dan krijg je het moeilijke woord te horen en dan moet je hem op makkelijke op je bingo kaart zoeken. En die zetten we in op momenten dat het kan. Bijvoorbeeld tijdens een dag waarop we met de organisatie uh, mooie leerzame dingen aan het doen zijn. Ja. Uh, op introductiemiddagen voor nieuwe collega's we hebben we laatst het ambtenaren bijvoorbeeld gespeeld. Dus op momenten dat je denkt: hé, hey, dan kunnen we het weer eens op die manier uh, onder de aandacht brengen. En dan brengen. krijg je dus ook in jouw organisatie de ruimte voor. Dan komen ze ook bij jou langs. Dan zeggen ze zeggen: met de Marieke, we doen een uh, nieuwe personeelsdag. Heb je nog wat leuks? So, sowieso. <laughs> ja, ja. Maar dat kan en het ligt, uh, als het goed is, weten collega's dat het gewoon bij de bodem op te halen is en dat ze het zelf kunnen spelen. Binnen een half uur ben je hier een heel eind mee op dreef. Ja. Uh, dus het kost ook niet veel tijd. Daar letten we ook altijd wel op. Die taalbingo is ook ongeveer na een half uur klaar. Uh, mm. Dus ja, wat let je om het te, te, uit te spelen? Precies. Precies en altijd heel veel lol denk ik. Dat sowieso, ja, ja. pret gegarandeerd. Je, je, je moet het, het leuk maken. maken. Ja, ja exact, exact, En het voordeel is misschien ook gewoon dat ook mensen die misschien niet zo geïnteresseerd zijn in taal toch meedoen. Precies, ja. Want, ja, ja. ja. Die bereik je die in ieder geval ook. Ja, dat is de bedoeling. Ja, ja leuk, klopt, Dat, klopt, dat ja. ze van elkaar de punten willen halen en de bingo ja, willen halen. Nou, Als bingo dat, dat, bingo en, en willen dat het team zo zit van, oh, hij is bijna doorgelopen. Dat is, dat is al. Ja, uh, mooi. Precies, ja precies. Ja, ik ken dat met de escape koffer. Dat is ook zo'n begrip in taalland. Die hebben heel veel taalhuizen trouwens beschikbaar als dus je het ooit wil spelen in je organisatie, ja. veel bibliotheken hebben hem en daar wordt ook worden mensen bloedfanatiek ja. van van zo'n ja. uh, escape spel. Ja, ja, wij hebben hem ook en er wordt ook regelmatig gespeeld en dan, dan mensen komen er toch een tikkie gefrustreerd uit. Dat ze er Toch nog even over nadenken wat, wat is me daar net overkomen? Ja, ja. ja. En, ja en dat dus is mooi, Vraag he? daarnaar naar die escape koffer. Precies. Um, Lisanne, nou toch eventjes over die olifant die jullie in hele kleine stukjes aan het opeten zijn. Uh, die 2000 medische teksten. Ik, ik, heb je dat, durfde je dat ook gewoon hardop te zeggen? Van het zijn er 2000? Of schrok je zelf ook? Nou, je wij het natuurlijk zelf ook. Omdat we met de voorbereiding bezig waren. En je gaat alles op een rijtje zetten. Ja, dat zijn gewoon heel veel medische teksten. Maar uh, nou, gelukkig is het wel zo dat in ziekenhuis ook alles een soort natuurlijke indeling heeft. Er zijn allemaal afdelingen. Je hebt natuurlijk KNO, cardiologie, dus... Het valt allemaal wel mee. We gaan echt per afdeling zijn we aan de slag gegaan. En wat was de eerste afdeling waar jullie begonnen? We, hebben, we zijn begonnen met een pilotafdeling. En dat was de afdeling Urologie. Dat was de afdeling waar wij een goede band mee hadden. die ook stonden voor dit project. En dat was heel prettig. Uh, Daar konden we uitgebreid ook oefenen. van god, als we het zo aanpakken, werkt het dan voor jullie? Wat is wel of niet prettig? Dus dat was heel uh, waardevol. Dat ja, is ook wel slim, denk ik, om met één afdeling te beginnen. En niet overal kleine beetjes. Maar dan kan kunnen die collega's het ook weer aan andere collega's vertellen. Van, Precies. Ja. Valt best mee. Ja. Nou ja, en zoek dan ook een afdeling waarvan je weet... dat ze ook gewoon achter je plan staan. Ja. Dus, ja. Uh, dat je in ieder geval niet een strijd hoeft aan te gaan... Van, om mensen te overtuigen. Nee. Wat is nou um, bij zo'n afdeling als urologie... wat is dan de motivatie om hier echt werk van te maken? Want... Is dat dan bijvoorbeeld dat ze vaak patiënten krijgen die zich niet op de juiste manier hebben voorbereid? Of die heel veel vragen stellen? Ja, dat komt ook voor. Maar je hebt natuurlijk als ziekenhuis ook een plicht om je patiënten te informeren. Ja. Dus uh, je hebt een gesprek met een zorg, uh, zorgverlener, dus arts of verpleegkundige. Uh, en daarna is het ook gewoon heel prettig als je kunt nalezen of nakijken van wat heb ik nou eigenlijk gehoord? Wat moet ik nou eigenlijk doen? Dus het is ook een zorgplicht die je hebt als ziekenhuis. Ja. Dus het is ook niet extra vrijblijvend eigenlijk. Hoe ver zijn jullie inmiddels met die olifant? Nou, we zijn wel over de helft. Ja, we zijn over de helft. Ja, en uh, nou ja, het eerlijke verhaal is ook wel dat we sommige afdelingen zijn lastig om mee te krijgen. Mm -hmm. Dus die hebben we even een beetje naar achteren geschoven. Dus ja, het wordt misschien wel steeds moeilijker. Maar misschien ook niet, omdat nou ja, we worden ook ingehaald door de tijd. De uh, Website, zeg maar, ziet er natuurlijk gewoon steeds beter uit. Dus we hopen eigenlijk zo dat afdelingen zich ook gewoon laten overtuigen dat ze zeggen van ja, dat willen wij ook. Ja. Dat gaan we gewoon ook doen. Ja, en ja. waar zit dan, waar zit de weerstand dan in? in? In de hoeveelheid werk of in ik weet niet hoe het moet, iets, iets eenvoudiger uitleggen of uh, nou geen ja, het, tijd? Is, nou, het zijn verschillende, juist ook natuurlijk gewoon de werkdruk. En het is ook wat jij net ook al benoemde, uh, niet iedereen houdt van taal een zorgverlener heeft andere interesses, soms niet altijd hoor, maar uh, uh, ja, dus en uh, sorry, vergeet ik even wat jij vroeg. Nou, nou waar de weerstand zit bij, bij afdelingen die je moeilijker meekrijgt. Ja, ja, nou, het is best wel complex, omdat uh, teksten die gebruikt worden, die zijn soms, die bestaan soms al jaren, die worden gewoon steeds aangepast, en dat gaat dan echt op inhoud. En niet op vorm bijvoorbeeld. Terwijl, nou ja, dat woord gelieven. nou ja, er zijn ook in de zorg heel veel woorden. die eigenlijk gewoon heel niet duidelijk zijn. maar die toch heel erg gebruikt worden. Dus er is eigenlijk niemand, zeg maar, om daar nou eens een keer een flinke verbeterslag overheen te trekken. En dat is. Met dit project, wat we ook meteen doen. Ja. We gaan ook gewoon echt kijken: van God klopt die informatie nog? Uh, de indeling is achterhaald. Weet je? je gaat niet eerst beginnen dat je een pasje moet halen. en, uh, en je jas moet weghangen, ik noem maar wat. Hè? En dan de informatie waar het eigenlijk om gaat. Dus het is ook echt een flinke verbeterslag die we gaan uitvoeren. En de weerstand is: ja, het kost natuurlijk gewoon tijd. En ja, het moet ook wel een beetje gezegd worden: eigen tekst is heilig. Als een, iemand, een zorgverlener, een tekst heeft gemaakt... Ja, dan is dat toch wel een beetje zijn kind. Ja, daar heeft hij wat moeite voor gedaan. Oh, maar dat precies. snap ik heel goed. Ja. Want, want en zet zegt niet zomaar wat op. Daar nee, heb je wel over nagedacht. Nee, 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 precies. Dus dat is, best, uh, dat is best ingewikkeld soms. Dus ja, we moeten ook al ja, proberen uit te leggen... Zeg maar, waarom we het een andere richting in doen... of waarom we een andere uh, indeling gaan doen... of waarom we dit woord wel gebruiken en dit niet... en waarom die zin gehakt moet worden. Nou ja... Noem het maar op. Dus, uh... En kijk je ook naar afbeeldingen? Ja, zeker. Kijk ook naar afbeeldingen, omdat uh, nou, het gaat dus informeren van patiënten. Uh, dat is gewoon een totaalplaatje. Het is gewoon en gesproken tekst, natuurlijk, door de zorgverlener. De webtekst, maar ook een afbeelding of een filmpje, dat kan heel erg helpend zijn. Ja. Ja. En die uh, met dit project, dat is gewoon echt de grote schoonmaak zeg maar, dus we hebben ook nu ook gewoon alle afbeeldingen gaan we nog eens kritisch bekijken en uh, die worden ook uh, ja, in de huisstijl zeg maar uh, opgefrist. Is dus de nieuwe huisstijl? Of in de de huisstijl is niet ja, nieuw, maar ik bedoel... Ja. de illustraties zijn. Nou nieuw. ja, je zegt, je zegt wel iets interessants, want dit is natuurlijk een project waar je jaren over doet. Ja. Hoe groot is nou de kans dat je straks aan het eind. als je denkt: Oh, dit was een, dit was. Ja. 1999, 2000, we hebben een taart, neem ik aan. Uh, hm. Bloemen van, uh, van de directie. En dan. Uh, ja, is, is dat de tekst dan alweer verouderd? Ja, dat, dat, dat moment dat het af is, is er gewoon niet. Het is gewoon een aanzet voor een continu proces. continu verbeterproces. Met je. Het is ook de situaties veranderen. De leesvaardig... behandeling verandert misschien. Behandeling verandert, maar ook gewoon, we merken ook al dat mensen met lezen, dat heb je zelf misschien ook wel, mensen lezen anders met de komst van internet. Het is toch veel meer hup, 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 scan, scan, scan. Dus ja, daar proberen we natuurlijk ook gewoon op aan te sluiten door een indeling te hanteren, zodat ook als je vluchtig leest, dat je zoveel mogelijk informatie tot je kunt nemen. Dus dus ja, het wij een... zitten allebei vol het bebonden, is... hè. Er Ik is zie is... bij jou ook, ja. dat dus je denkt, op. wow. Dus... Is ja. Het. Ja. het is echt gewoon een continu proces, ja. Ja, ja. ja. je begint eraan en het, het is niet nooit af. Nee, het is nooit af. Dat is dus ook iets om wel over na te denken op het moment dat je begint aan de direct duidelijk deal. Het is, het is nooit af. Uh, jullie website kan um, voorlezen. Ja. Jullie website kan vertalen. Je kunt de teksten ook afdrukken en meegeven aan iemand die thuis geen computer heeft of die ja, of het moeilijk vindt of geen wil. printer. Ja, ja Allemaal dat is dingen is ook uh, waar je ook over moet nadenken. Ja, maar dat is ook onderdeel van de grote verbeterslag van ons verhaal, zeg maar, dat het ook gewoon echt een enorme verbeterslag is. In plaats van een foldertje heb je nu gewoon een printbare webpagina met voorlezen en vertaalfunctie. En allerlei links naar filmpjes of nou ja, wat je maar op dat moment nodig hebt om jouw uh, behandeling zeg maar goed uit te kunnen leggen. Of, ja. Ja. Hoor je wel eens van patiënten van wat heeft u dat allemaal goed uitgelegd? <laughs> Komt dat wel eens terug van mensen? <laughs> nou. De patiënt spreekt meestal ook gewoon met de zorgverlener. Ja, dus... dat bereikt jou dan niet? Nee. Ah, oh, maar, maar goed, daar is het misschien ook niet echt voor bedoeld. Het is ook juist bedoeld voor de patiënt om nog eens even na te lezen. Maar het is ook bedoeld voor de naaste van de patiënt. Hè, dus als de man of vrouw of de moeder. Dat je ook gewoon even kunt nalezen van... God, wat heeft mijn partner eigenlijk? En wat gaat er eigenlijk gebeuren? Dus het, is, het moet eigenlijk begrijpelijk zijn voor iedereen. Maar dat betekent wel dat je ook op een bepaalde manier naar zo'n tekst moet kijken. Dat je inderdaad veel moet uitleggen, jargon. Maar ook gewoon het grote verband ook niet uit het oog verliezen. Dat je er niet automatisch van uit moet gaan dat iedereen snapt wat, wat een infuus is of zo. Iets, ik noem maar wat. Ja. Ja. ja, helemaal weer beginnen bij het begin zeg maar, van de informatie die je wilt overdragen. Ja. Uh, 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 ik vind het een indrukwekkend uh, project. Um, we gaan even kijken wat er in de chat uh, gebeurt. Ik heb een uh, vraag hier van, uh, van Leonie. Zij zegt: Ik merk uh, binnen onze gemeente dat het lastig is om voldoende tijd vrij te kunnen maken. Um, Zo'n project als dit moet je erbij doen naast je eigen werk. En hoe zou je dat kunnen veranderen? Die leg ik even bij jou. Ja, ik, we merken dat natuurlijk ook. Het is druk. Het doet me denken aan een collega die mij ooit mailde en die zei: ik, Heb je gezien? Steffi.nl had op een gegeven moment stickers die je op een envelop kunt kennen. De stickers. Hè, van de stickers. Ja. En die, die zei maar: goed om te weten, maar doe nog maar niet hoor. Want dat levert ons extra werk op misschien. Daar merk ik wel aan die tijdsdruk en die werkdruk is altijd uh, hoog. Um, wat wij vooral kijken, is aansluiten bij wat er al gebeurt. Uh, een nieuw systeem voor burgerzaken, laatst op in het sociaal domein, dan worden de brieven overgezet in een nieuw systeem en dan komt de projectleider, joh, we gaan met die brieven aan de slag, kunnen jullie dan en dan meekijken en helpen om meteen een slag te slaan naar nog betere brieven in het nieuwe systeem. En dan is het toch al, sluit het al aan bij het werk, ja. Uh, ja, zit het in de planning en uh, kost het wat minder tijd en daar heb je wel een verbeterslag uh, te ja. pakken. Eigenlijk ook een beetje wat jij beschrijft. Hè, van we waren al bezig met die digitalisering en de website. En ja. dan is het een logisch vervolg. Precies. Dus ja. zoek ook een logisch moment in de organisatie om. Ja. ja, dan werkt het lekkerst ook. Dan ook voor jezelf. Dat je denkt, oh ja, dat uh, dan hoef ik niks te bedenken. van oh, we gaan nu dit doen. Ja, dat, ja. Dan snappen mensen ook oh, Het is een, is een handig ja, moment en bovendien zijn er meer mensen die er al tijd voor hebben. Precies, en als we het nu niet doen, dan wordt het ook, dan gaat het later ook niet meer gebeuren. Dus dan dan heb je een makkelijker gesprek dan dat je zegt we gaan nu jouw systemen aanpassen of zo. Ja, ja dus logisch moment zoeken in de organisatie is ook weer zo'n belangrijke, uh, zo belangrijke tip. Ja. Je kunt nog steeds vragen stellen, ze zitten hier nu, uh, dus maak daar gebruik van. En dan uh, zie ik de vragen vanzelf uh, langskomen. Um, laten we eens gaan praten over uh, het vervolg. Hey, jullie zeiden net al, het is nooit af. Uh, dit, je, je start hiermee, je neemt je voor om vanaf nu uh, beter en duidelijker te gaan communiceren. En dat betekent dat dat vanaf nu altijd werk met zich zal meebrengen. Wat ik wel gehoord heb hier aan tafel, uh, waarvan ik ook uit de praktijk wel weet dat dat gebeurt, is dat um, er mensen in, in een organisatie zijn die dit super belangrijk vinden. En heel enthousiast en creatief en met een spel komen, en met een plakbord en met een feest. Um, wat nou als jij weggaat met de Marieke bij de gemeente Goorle? Ja. Valt het dan als een soort pannenkoek op de grond? Ik hoop van niet. Uh, ik heb er wel wat dingen voor geregeld. Uh, bijvoorbeeld, het staat uh, begrijpelijk communiceren. Heldere taal staat in onze visie op dienstverlening. Toevallig heb ik die zelf geschreven, dus ik heb erin gefietst. Uh, maar daar ligt het vast, dat mensen van ons begrijpelijke taal mogen verwachten. In onze servicebelofte staat dat ook. Wij schrijven heldere taal, zodat de lezer onze taal begrijpt. Daar hangt dan meteen aan vast dat we dat moeten verantwoorden... richting de rata in, in de jaarstukken. Daar worden indicatoren aan gekoppeld. Okay. Uh, dus op die manier houden we dat wel... Nou ja, is het in ieder geval theoretisch geborgd. Um, een andere borging is dat we in ons introductieprogramma... heldere taal opnemen als... Mm -hmm. nou ja, dit, welkom je bij ons en bij wij ons schrijven. Ons schrijven heldere ja. taal, inderdaad. Ja. Ja. Um, en elke nieuwe collega krijgt... Uh, kort nadat hij in dienst is gekomen, een uitnodiging om een uh, training... helder schrijven van brieven en e-mails te volgen. En wat we dan doen is uh, uh, dat we een brief of e-mail van hen ontvangen. We hebben een meetlat met wat punten die belangrijk zijn in, in, uh, bij helder schrijven. Dus we krijgen dus terugkoppeling daarop. Uh, we hebben een uh, intranetpagina met allerlei nou ja, schrijfwijzers enzovoort die mensen kunnen gebruiken. Dus op die manier proberen we het te borgen. Nou ja, die spellen kun je zelf spelen en zo, dus ook op, ook op kleine momenten. Ja. Ik denk wel dat er altijd iemand moet zijn die het ook aanjaagt. Die zegt, hé, hey, hebben we al een keer een eh, goed moment om dat spel te spelen? Um, nou ja, die, die, die regelmaat erin houdt of die het ja. onder de aandacht blijft ja. brengen. Ja, want er moet wel iemand zijn die zegt, hé, hey, komt er weer een nieuwe club aan? Uh, jongens, Precies. niet alleen de schrijftraining, maar ook... Ja, uh, het spel of uh, maak het leuk. Um... Ja, berichtjes op intranet naar aanleiding van wat er in het nieuws is. Bijvoorbeeld uh, personeelsblad gebruiken voor, wist je dat? Of kijk eens wat een brief van een andere gemeente. Dat doen wij niet <laughs> of zo, dat soort dingetjes. Oeh, dus uh, Spannend. Uh, maar dat is wel handig als er iemand in ieder geval in zijn achterhoofd houdt van, oh ja, dit is belangrijk en hoe, hoe, hoe houden we dat inderdaad ja. constant onder de aandacht? Ja. Of, of blijft het... Uh, boven tafel, zeg maar. Dat heldere taalgebruik zou misschien zoiets moeten worden als de BHV-training of zo. Ja. Uh, elk jaar komt het een keertje terug in ieder geval. Precies, ja. 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 Borging dus, hoe, hoe is dat in het ziekenhuis? Hoe is het daar geborgd? Als uh, jij uh, vertrekt, dat er dan nog steeds uh, gewerkt wordt aan die folders. En die... Ja hoor. Maar, maar hoe? Nou, er is een uh, visie ontwikkeld, uh, visie patiëntencommunicatie. Die zijn er. Met de uh, twaalf uh, kernpunten waar het ziekenhuis zich aan moet verbinden. Laten we hem even zien, maar dan is ook meteen duidelijk dat je daar uh, op, op beeld weinig mee kan. Ja. Uh, maar we kunnen hem even delen. Ja. Maar dit zijn twaalf punten. Ja, en uh, wat heel belangrijk is, is dat uh, de Raad van Bestuur en de medische staf hier ook gewoon achter staan. Dus dit is gewoon een beleidsdocument geworden uh, die je eigenlijk gewoon altijd kan uh, gebruiken. Kun je, kun je even die punten noemen? Wat staat daar dan bijvoorbeeld in? Ja, nou wat er bijvoorbeeld in staat is: wij bieden zo min mogelijk dubbele informatie aan en vragen patiënten niet onnodig dezelfde informatie opnieuw. En dat is voor ons een hele prettige manier om gewoon even boven alles te gaan hangen en te kijken van: nou ja, dit is dubbele dingen, dat doen we gewoon niet. Dat is ook verwarrend voor de patiënten. Mm -hmm. uh, dus dat vind ik een hele makkelijk. Nou, er staat bijvoorbeeld ook in. Uh, we communiceren zoveel mogelijk digitaal. Dat is voor ons ook belangrijk om de boodschap over te brengen. Van mm -hmm. ja, het kan wel zijn dat jij liever een foldertje hebt, maar dat gaan we dus gewoon niet doen. Het wordt gewoon een webpagina en het staat ook in die visie. Dus dat is gewoon heel belangrijk om dat ook gewoon te hebben. Maar dat, dat is voor uh, de mensen in het ziekenhuis, zeg maar. Ja. Maar nou heb je te maken met patiënten. Ja, eh... Uh, ik bedoel, die misschien niet zo digitaal vaardig zijn. Wat, wat doe je dan? Nee, maar de, de, rest, de mogelijkheid is er altijd: blijft natuurlijk altijd om die informatie te printen. Ja, ja. Dit zo, gaat echt voor de collega's. Zoveel mogelijk, ja. weet je wel? Dat is het uitgangspunt. Ja. Okay. Ja. En wat er ook staat: OVG schrijft in begrijpelijke taal. Dus, nou ja. Dat ja. is gewoon heel uh, prettig om te weten. Ja. En hoe test je nou wat begrijpelijk is? Want uh, of je nou bij een gemeente werkt of in een ziekenhuis... je zit natuurlijk onder een soort stolp... Ja. Uh, met, met een volstrekt eigen jargon... Uh, waar ik als leek niets van begrijp. Uh, ik bedoel, we kunnen al die woorden wel even doornemen van dat spelletje... Maar, maar de, en dat geldt in een ziekenhuis natuurlijk net zo. Uh, hoe, hoe, hoe doe je dat? Want, hoe zorg je dat die stolp verdwijnt? Of dat je... Ja. Um, je nou, hebben... ziet ho ho hoezeer je in dat jargon verdwaald zit. Ja, nou ja, we hebben ten eerste ook als heel de afdeling is ook getraind in heldere taal door een uh, organisatie die niet uh, aan de gezondheidszorg geleerd is. En dat uh, helpt al heel erg als je gewoon richtlijnen krijgt uh, waar je op moet letten, uh, waar je aan kunt denken. En je krijg je ook gewoon goede feedback. Dat is gewoon heel belangrijk. Maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon dat je ook de patiënt zelf vraagt... om mee te lezen en om te aan te geven van wat wel of niet duidelijk is. Dat doe je ook? Nou, minimaal. Dus we moeten eerst die bulk van 2000 doorslikken. En dan willen we ook echt serieus gaan fine-tunen. Uh, en dan beginnen we eigenlijk het liefst met de teksten... of met de behandelingen of onderzoeken die uh, uh, vaak problemen opleveren... waarvan bekend is dat mensen... Uh, bijvoorbeeld, uh, zich niet goed voorbereiden voor een uh, behandeling. Nou ja, dat zijn dan de teksten waar we ons op zullen gaan storten. Dat is ja. echt iets waarvan je zegt: dat is iets wat ik nog echt wil gaan doen. Ja, zeker. Dat gaan we ook in de toekomst doen. Maar nu moeten we: ja, wij zitten met die enorme. Bülk. Olifant. En, en die halve olifant, nou ja, ja. We hebben natuurlijk ook wel tijdsdruk. omdat ja, Het is natuurlijk niet de bedoeling om daar vijf jaar over te doen. Nee. Ja, dus we moeten echt deze slag gewoon eerst afronden om dan te gaan kijken. En uh, nou, er zijn ook genoeg andere teksten, dat zei je ook al. Er zijn natuurlijk allerlei brieven die eruit gestuurd worden. Uh, nou ja, we kunnen voorlopig nog wel even aan de slag. Ja, ja. ja. maar dat testen, ja. uh, dat is echt iets dat op jouw wensenlijstje staat. Zeker, ja, zeker. We hebben wel al dat uh, getest, zeg maar. En ook daar, op basis daarvan is ook de indeling die we nu hanteren voor onze webpagina's. ook wel uit ontstaan. Dus wat mm -hmm. is nou belangrijk, wat wil je altijd graag weten? Uh, dat, maar echt uh, de, de aparte teksten testen mm -hmm. op inhoud. Ja, nee, daar komen we niet echt goed aan toe, nee. helaas. Nee. Dus dat is jouw wensenlijstje. Zeker. Nou ja, ik denk ja. dat de collega's kijken, dus dan weten ze alvast. Ze uh, <laughs> dus kunnen ze een borstel nat maken. Ja. Heb, jij, heb jij wensen als het gaat over. Dit wil ik echt nog voor elkaar krijgen? Eigenlijk hetzelfde. Is de markt op en uh, brieven laten zien. Wat mij ontzettend leuk lijkt is: we hebben, we hebben laatst een brief uit het sociaal domein herschreven. Uh, voor dat nieuwe systeem. En je ziet zo'n verschil in hoe fijn het is om te lezen. Hun collega's merken dat al. Maar het lijkt mij heel fijn om dat ook voor te leggen aan de mensen voor wie die brieven bedoeld zijn. Uh, dat ze ook kunnen zeggen: Nou, dit zijn hele fijne teksten en ik snap nu wat er in de brief staat. Ja, of dat je uh, nog een keer terug mag naar de rekening. Sowieso, dat zal er ongetwijfeld tussen zitten. Uit testen blijkt vaak wel dat. Uh, ja, dan treed je echt uit die bubbel natuurlijk. Ja, ja. Nou, we zijn bezig met een nieuwe website waar we ook nieuwe teksten weer hebben. Uh, daar is ook wel het idee om daar ook mensen, inwoners enzovoort bij te betrekken. Uh, om te kijken of het inderdaad begrijpelijk genoeg is. Dus daar beginnen we al een beetje met uh, teksten voorleggen. Uh, tot nu toe is daar weinig van gekomen, inderdaad. Ja. Nou ja, het, het punt is een beetje... je, je, je ziet het resultaat uh, als je niet goed communiceert. Hè? Bij ons is net een nieuwe uh, uh, afvalophaalcyclus... Uh, Geïntroduceerd. Oh, ja. <laughs> in de gemeente. Ja. En um, het was inderdaad best een ingewikkelde folder die we kregen. Die op zich best in heldere taal was. Maar het ging toch de derde dinsdag uh, van de maand hangt u die buiten. En de tweede donderdag van de maand zet u dat aan de straat. Ja. Uh, en nu was het eenmaal zover bij mij in de gemeente. dat uh, het plastic opgehaald zou worden. Mogen wij aan de lantaarnpaal hangen in een grote plastic zak? Mm -hmm. uh, ja, nou, ze hangen er nog. Uh, kennelijk hadden we toch niet helemaal goed begrepen uh, wanneer dat nou moest zijn. Ja. Dus dan zie je meteen resultaat van je communicatie, zeg ja. maar. Nou, we hebben het ook gehad rondom afval inderdaad. En dat zijn ook onderwerpen die, uh, nou ja, daar komt ook veel uh, reactie op natuurlijk. Ja. Uh, dus het gaat niet alleen, wij, onze campagne heet Heldere Taal. Dus we gebruiken uh, zo, zo goed mogelijk makkelijke woorden enzovoort. Eigenlijk gaat het over begrijpelijk communiceren. Want je kunt nog zulke heldere woorden gebruiken als het onbegrijpelijk <laughs> proces of uh, iets anders is dan... Ben je er nog niet ja, het zijn niet alleen de woorden, het nee. is het geheel ja. Ja. testen dus dat is wat bij jullie allebei op het uh, op het, verla ja, <laughs> het verlanglijstje staat, ja. um, en wat, want kijk, jullie zijn uh, voortvarend bezig. Uh, uh, je hebt mooie resultaten al behaald. Uh, we hebben ook een voor en na uh, uh, voorbeeld die we dat we delen in de chat van de patiënteninformatie. Um, zoals hij was en zoals hij geworden is nadat jullie ermee uh, aan de gang zijn gegaan. Um, dus, dus jullie zijn ontzettend goed bezig. En, en toch heb ik nog wens. Ik kom er nog niet aan toe. Wat heb je nou nodig om dat dan voor elkaar te krijgen? Wat, wat, wat moet er gebeuren dan? Wat moet er in het ziekenhuis gebeuren? Zodat je kunt gaan testen met die teksten. Uh, nou, soms is het ook gewoon een kwestie van doen. Maar ja, je hebt in het geval van een ziekenhuis heb je natuurlijk ook altijd de afdeling nodig. Dus dat, is, dat kan best wel eens een hindernis zijn. Hoe... Jullie kunnen niet zomaar de wachtkamer inlopen en zeggen, mevrouw, mag ik u iets vragen? Ja, dat kan wel, maar ik bedoel, ja, dat. Het is, daar is het een beetje te complex voor, denk ik. Mm -hmm. gewoon, omdat nou ja, de medische teksten, die gaan natuurlijk ergens over een behandelaar, behandeling. Je kan natuurlijk wel met een uh, tekst over een uh, hartaandoening of een behandeling bij de dermatologie binnenstappen. Maar dan heb je ook weinig connectie natuurlijk. Mm -hmm. Dus het werkt het best, zeg maar, als een patiënt, denk ik. Het ook gewoon, uh, ja, als het op zichzelf kan betrekken. Ja. ja. Dus je hebt de afdeling ook gewoon nodig. En, uh, uh, niet, dat er, niet dat het onwillig is, hoor. Maar het is ook gewoon vaak een kwestie van tijd en organiseren. Het kost ook gewoon heel veel tijd. Ja, ja. het kost veel tijd. Ja. En het is natuurlijk ook wel belangrijk dat organisaties zich daarvan bewust zijn op het ja. moment dat ze starten met zo'n direct duidelijk deal of met ja. een heldere taaldeal of hoe je het wilt noemen, ja. uh, dat het tijd zal kosten. Ja. Ja, een belangrijke gegeven. Wat moet er bij jou gebeuren voordat jij nu die wens kunt vervullen? Om te gaan ja, ik zat in, toen ik jouw verhaal hoorde, dacht ik, er is ook wel een soort drempelvrees. Want er zijn collega's die zeggen, ik durf dat wel met mijn brief naar echte mensen. Uh, hmm. Het voor te leggen. Ja. Um, en daar moet ik nog naar op zoek. Ja. Uh, en ik hoop die te vinden. Maar dat is inderdaad ook met de werkdruk en zo van ja, weet je, dat is, uh, het is, de, de is de toch is spannend de om uit. met jouw brief ja. naar iemand toe te staan ja, en zeggen. Wat vind je hiervan? Ja. En we hebben bijvoorbeeld bij het Taalhuizen uh, gezegd: hè, als er mensen komen met een brief van de gemeente om te, te vragen daar, uh, bij de bibliotheek van ik, ik snap dit niet? Geef die brief terug. We hebben nog geen brief ontvangen, dus dat is, uh, ik weet niet wat voor teken dat dat is. Maar dat zou mooi zijn dat je een keertje terugkrijgt met zo'n ja. Steffi sticker van joh, dit dit doet het niet goed ja. genoeg. Mm. Uh, wat jou betreft zijn die Steffi stickers juist heel erg welkom. Ja, ja. Ja. ja, de IDO's zijn misschien, hè, de, de, de informatiepunten digitale Precies, overheid. Ja. Het zijn misschien ook van die plekken waar je ja, ziet wat mensen niet begrijpen. Precies. We hebben een donderdagochtendplein, noemen we dat... met het IDO en het talenhuis en de, de formulierenbrigade. Dus daar is een plek waar we ze ja. wat zouden kunnen vinden. Ja. Uh, ik heb het nog niet gevonden. Dus het is uh, en, en speuren en er tijd voor Dus of vrijmaken. heel rustig of, uh, ja. <laughs> of je moet er toch meer tijd voor maken. Oké, okay. uh, wensen dus, tijd. Nou ja, belangrijke tip dus. Regel dat er tijd is... Um, we, zijn, we zijn toe aan de gouden tips, want dat vragen we eigenlijk ieder webinar aan onze gasten. Heb je nou, voor de mensen die zitten te kijken en die um, ja, hiermee aan de slag willen, heb je nog een gouden tip? Ja, een gouden tip is uh, dat je, nou ja, practice wat je priest is al voorbijgekomen, doe gewoon zelf, zeg... Praat zelf een heldere taal, doe. Maar wat mijn andere hele belangrijke tip is, misschien wel gewoon dat je. Uh, moet enthousiasmeren. Gewoon positief zijn. En ook, ja, klinkt kinderachtig, maar strooi met complimenten als het allemaal goed gaat. Weet je, leef mee. Ja, dat is gewoon heel belangrijk, zeg maar. In ieder geval zorg dat de, de sfeer goed blijft. Want dan Positieve je... sfeer, complimenten ja. geven. Nou ja, dan blijft ook gewoon de. de de samenwerking gewoon optimaal. zeg ja. maar. Dus daar Krijg je moet je ook zelf gaan... trekken in zo'n. Uh, nou ja, dat is wel belangrijk, belangrijk om daarin te, in te, in te investeren, zeg maar. Ja. ja. In ieder geval, gouden tip? Maak het leuk. Mm -mm. Er zijn een heleboel mensen die niet van taal houden of denken: Nou, dat kan ik niet zo goed. Dus laagdrempelig uh, lijkt me een tip. Um, en ik ben ook van het vieren. Dus kijk eens wat er goed gaat en, en sta daar eens bij stil. En. Uh, nou ja, vier dat met ja. de van de supermarkt doen. ja, nee, daar zijn we. Dat is de ja. gouden tip van de fascisten. Ja. Ja. Deel chocoladesousjes uit als dingen heel goed gaan. Maar daar kan vier, niemand op tegen zijn. Nee, precies. <laughs> vier uh, Vierde uh, positieve resultaten. Ja, ook al zijn ze klein. Maar dat is altijd stukjes naar beter. Ja, ja. zeker. Okay. Goed. Uh, dank beiden. Dank ook voor het kijken. Mochten jullie nou nog vragen hebben uh, over dat spel, dan uh, als het goed is, hebben jullie inmiddels informatie gekregen over hoe je dat kunt uh, bestellen. Maar misschien ben je ook creatief genoeg om het zelf te gaan maken. Dank in ieder geval voor dat voorbeeld. Ah, uh, hou het leuk, hou het positief. En vier uh, ook de kleine stapjes. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste gouden tips uit, uh, uit dit webinar. Dank voor het kijken. Uh, Vul nog even dat evaluatieformulier in, dat ook in de chat komt. Want daar kun je ook suggesties doen voor uh, nieuwe afleveringen. We gaan natuurlijk het hele komende jaar weer uh, prachtige afleveringen maken. En uh, misschien heb je een heel goed idee voor een aflevering. Dat kan ook uh, in dat evaluatieformulier. Bedankt alvast voor je feedback. En tot de volgende keer.